Mensen, nou, nog eventjes wat filmattributen ophalen hier ook. En dan kunnen we mooi even een portie te filmen. Zo, toch handig als je niet zoals nu alleen maar met je telefoon voor je snuffert, maar met de selfie-stick en de camera standaard zal het een stuk beter gaan. Oh, dikkie. Nou, helaas was het tikkie er nog niet uit, jongens. Hij is wel een stuk stiller, maar er zit nog steeds een tikkie in. En daar baal ik echt van. Ongelooflijk. Wat een drama. Dus, ik ga binnenkort met mijn maat nog even proberen oliedruk te meten. Want een jongen begon laatst op de meeting van misschien dat je iets te weinig oliedruk hebt. Dat hij niet lekker bovenin komt. Ik heb ook geen olietemperatuursignaal meer. Dus wat daarmee te maken heeft, ik weet het niet precies. Maar goed, dus we gaan nog even kijken wat we met oliedruk meten kunnen. Misschien dat hij wel iets te weinig oliedruk hebt in de kop en dat alles minimaal gesmeerd wordt. Jullie worden op de hoogte gehouden. Maar we gaan nu eerst even lekker kijken met de nieuwe auto. Dat is hem dan, mijn nieuwe daily. Echt super blij mee. Seat Leon 5F uit mijn hoofd. Seat Leon van de derde generatie. In een sportstoerder uitvoering. Dus dat houdt in station. En ja, de lijnen van de auto zijn goed gelukt. Dus mijn vracht. Echt super vet. Heerlijke auto. Onwijs ruim van binnen. Kijk, de kofferbak nog even. Ja. Ook heel mooi. Drukken. Heen schuiven. Echt super de ruimte. Alles zit erop en eraan. 12 volt sigaretten. Pluggie. Lampjes. Haakjes om het vast te maken. Hendels. Ook al mooi. Deze disc cassette. Dus dat je die kan. Hieronder. Van links naar rechts zo. Ja jongens, sleepkabel, altijd handig om bij te hebben. Dus ik kan van links naar rechts. Als je daarin klikt, dan hou je nog alleen twee rugleuningen over van een bank. En als je dan een handel hebt en je trekt in deze hendels, dan klappen je banken naar voren toe. De hendel zit links en rechts. Dus echt super fijn. De auto die staat op het MQB platform. En het is hetzelfde platform als dat de Audi A3, Audi TT, Audi Q2, de Golf 7 variant, ook de Golf 7 normaal volgens mij, die staat ook op hetzelfde onderstel. De Audi A3, nou, deze Seat Leon dan, Skoda Octavia staat ook op hetzelfde onderstel. Dus wat dat betreft, de auto's kosten nieuw alsnog genoeg, maar dat kan de prijs aanzienlijk verminderen gezien ze allemaal dezelfde onderdelen gebruiken. Dus de productie van bepaalde delen is ook een stuk goedkoper. Want je hoeft niet voor ieder ander type een ander dingetje te ontwerpen. De veren zijn allemaal hetzelfde, bewijzen van de schokbrekers zijn allemaal hetzelfde. Bepaalde uitvoeringen natuurlijk en aanpassingen daar gelaten, maar over het algemeen is het allemaal hetzelfde. 1.4 TSI. Dit zijn TSI motoren met gelukkig geen ketting meer, maar een riem. En die riem die mag om de 220.000 of 10 jaar. Dus dat is echt onwijs lang.
Samen met een DSG-automaat, 7 traps, een goed zeg aan mijn hoofd, ik dacht een DQ200 bak. Dat is de enige 7 traps met een droge koppeling. Die is in feite ook onderhoudsvrij. De voorgaande DSG's, vooral met natte koppelingen, en dat is dan meer in de GTI en de R32 en zo, weet je, de dikke motoren. Die hebben allemaal een natte koppeling en die moest je echt heel erg tijdig verversen, die bakken. Als je dat niet deed, nou, dan kon je er een gif op innemen dat je DSG naar zo'n grootje ging. Klein verhaal, koppelingstof, er zitten 2 koppelingsplaten in. Dat is omdat die bak heeft 2 versnellingsbakken in 1 eigenlijk. Als versnelling 1 in werking is, dan staat versnelling 2 al klaar. En dan hoeft de koppeling hoeft alleen nog maar over te schakelen tussen versnelling 1 en 2. En dan heb je dus je tweede versnelling ingeschakeld. Dan bereidt die versnelling 3 bereidt die voor. En als versnelling 3 voorbereid is, dan schakelt de koppeling weer over naar de derde versnelling. Die koppeling die is bij sommige type bakken nat. En als dan de koppelingstof in de bakolie kwam, kwam dat in je filter. En als je je filter niet op tijd vervang, dan, of verving, hoe zeg je dat eigenlijk? Als je dat niet op tijd deed, dan raakte het filter verstopt. Dan ging de bypassklep open in het filter. En dan liep dus die olie met remstof, koppelingstof. Dat kwam dan in je megatronic van je bak terecht. In je ventieltjes, de leidingkies en alle kleine oliekanaaltjes. En dat ging dan verstoppen. Nou, dan was echt je DSG-bak goed aan de beurt. En financieel dus ook. Heb deze allemaal gelast van. Mooi 7 traps automaat. Schakelt geweldig. Ja, echt te gek. Super fijne auto. Zilveren kleur is natuurlijk ook super mooi. Kun je dat delen accentueren, heel mooi. Panoramadak vind ik ook echt super dik. En is ook echt een hele mooie optie. Geeft zoveel licht van binnen, dat is echt bizar. Nou goed, mooie FR stuurwieltje erin. Half leder Alcantara. Kinderstoel op Isofix. En daar ook nog een Isofix. Ook super mooi. Panoramadak. Ook lekker licht. Multimedia systeempje erin. Nou, hier dan de DSG. Elastiekje eromheen van de vrouw. Je weet alweer hoe dat gaat natuurlijk. En ja, ook wordt het Climatronic links en rechts apart geregeld. Geen stoelverwarming, dat dan weer niet. Start-stop zit erop. En dat mode knopje, dat is dus, ja, hoe moet ik het zeggen? Je hebt allerlei opties, heb je. Rij-eigenschappen, zou ik zeggen. Je kan hem zetten op sportief. Dat is ook wel grappig. Dan hieronder, daar komt normaal gesproken gewoon wit licht vandaan, 's avonds. En als je hem op sportief zet, dan wordt het rood. Dus een beetje om de Cupra FR accentuatie een beetje te maken. Dus als je hem dan de sport zet, dan merk je ook gewoon dat hij agressiever op het gas wordt. Hij gaat later schakelen. Als je mij vraagt, trek je hem even te lang door. Dat hoeft helemaal niet, want die turbomotor heeft onderin zoveel kracht. Dus dat is ook wel een grappig dingetje. Nou, gewoon een lekker compleet autootje. Koplampjes met dagrijverlichting hierin zo. En volledig LED. Het zijn allemaal LED'jes dit. Ziet er echt super gaaf uit. Achterlichten zijn ook volledig LED. Even kijken of ik dat aan kan zetten. Dus even kijken. Oh ja, kijk. Mooi hoor. Ik zeg echt snaarstrak. Super mooi. Het lijkt een beetje oranje hier op de film, maar het is echt knalrood. En als het goed is, hebben we voor. Het zijn inderdaad die dagrijlichten. Dagrijleds. Echt super mooi. Dus ja, ik. Ik kan al even een rondje gaan rijden. Even laten horen en voelen hoe dat klinkt. Wat ook wel mooi is. Oh, nu toch even gaan zitten. Waar heb ik de sleutel verstopt? Dat is altijd. Ja, hier. Gewoon contactslot. Je hebt hem ook met start-stopknop. Maar dat vind ik niks. Zo. Oh.
radio uit. Nou kijk, zoals ik hier al aangaf. Modus drukt. Dan krijg je dit. Eco. Hoofdelijk. Dat kun je zelf instellen. Normaal. Sport. Eco. Nou, ik laat hem lekker op eco staan. Want ook met eco. Hij trekt echt als een beer, jongen, dat ding. Voor een 150 pk is hij echt super sterk. Dus dat is niks te klagen. Hier een draaiknop voor het panoramadak. Nog een knopje waarmee je... Dat is ook wel grappig, als je naar het zonlicht zat bent. Dan komt dat naar voren. Ik zelf hou wel van een beetje zonlicht. Dus ik doe hem lekker weer open. Ja, gewoon voor elkaar. Echt, dat is ook wel mooi. Kijk, toevallig. Ik moet straks tanken. Let op, de tank is bijna leeg. Wilt u naar een tankstation zoeken? Nou, laten we voor de gein eens op zoeken drukken. Kijk, en wij gaan naar Borst toe. Starten. De routes worden berekend. Hartstikke mooi. Oh, kijk, ook mooi. Routekaartje. Een route kiezen, alstublieft. Nou, dit doen we dus even niet. We gaan gewoon weer terug naar radio. Aan de andere kant, ik denk dat ik de navigatie moet. Nou, laten we het zo maar even doen. In die automaat, daar voel je helemaal niks van. Rij alstublieft naar de weergegeven route. Het is een beetje alsof ik Google hoor. Waarschijnlijk kun je dat ook nog allemaal instellen. Maar ja, goed, dat is. Ik denk dat als ik alles zou willen weten wat ik kon instellen, dat ik nog wel een paar uur bezig ben. Er zit zoveel op deze auto. Het is ook een feestje om in te rijden, jongens. Ik zal even laten zien. 3. De loop van de weg voor 2 kilometer volgen, alstublieft. Je voelt hem niet eens. Dat had ik eigenlijk altijd al gewild in DSG. Maar ja, toen de tijd nog onbetaalbaar, onbereikbaar, te duur. Nu gelukkig niet meer. Dus dat is echt super cool. Ja. Ik moet even kijken of hij filmt, jongens. Ja, hij filmt. Dus ik ben er echt super blij mee. Dik in de opties. Ik heb hiervoor natuurlijk een Audi A4 gehad. En meestal was het bij mij zo. Als ik dan... Ik hou van opties. Dat vind ik mooi. Ik liefst van compleet mogelijke auto. Meestal gaat het gepaard met heel duur, dure uitvoeringen. Een S4 of de Golf GT. Weet je wel, noem maar op. En ik heb het idee dat bij die nieuwe lijn dat toch een stuk minder is. De voertuigen die hebben standaard eigenlijk al hele dikke optiepakketten. Multimedia is altijd dik voor elkaar. Zoals nu met Seat hebben ze sinds deze generatie echt de FR-lijn. Dat hadden ze bij de vorige generatie ook wel, maar het was toch niet zo uitgebreid als hier. Dus de FR-lijn hebben gewoon onwijs veel opties. En ook gewoon mooie opties. Het is eigenlijk een Cupra zonder Cupra-motor. Zo zie ik het dan een beetje. Gelukkig maar, want die Cupra-motoren nou, die lusten wel een slokkie. En daarom heb ik ook de Audi weggedaan. Dat was niet meer te betalen op een rit. Deze loopt gemiddeld 6 liter op de 100 kilometer. Ik heb hem nu een week. En ik heb eigenlijk alleen maar binnen doorgereden en plezierritjes. Je weet hoe het gaat. Dus 6 gedeeld door 100 is 1 op 17 of zo. Dus dat is voor in en om het huis is dat echt prima. Nou ja, goed, voor de rest echt een super fijn autootje. Navigatietje werkt mooi. Oh, hij wil eventjes dat ik hang. Oh, hij zegt dat ik in Wolfsburg ben.
Nou jongens, wat ik nog zeggen wou, als je, ik heb deze auto gekocht bij Art Butter, goede ervaring mee. Tuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die geen goede ervaring hebben met een bedrijf of weet ik het. Maar ik tot zover wel. Het is een bovengarage. Dus als je je auto koopt bij een bovengarage, mijn verzekeraar zegt dan, joh, als je hem onrisk, nou niet wel onrisk, maar gewoon je krijgt het aankoop, drie jaar lang krijg je het aankoopbedrag terug wanneer je hem dood los zou rijden. Dus dat is ook wel fijn, dan heb je tenminste niet het idee dat je gigantisch inlevert als het zo zover zou komen. Ik hoop het niet natuurlijk, ik hoop dat hij nog een paar jaartjes bij me mag blijven. Maar, oh kijk trouwens, dat is die verlichting, zien jullie? Als je naar de sport zet, wordt dat rood. Oh, dat is super blitz ook. Dus nou ja, goed, we zijn onder andere ondertussen thuis gekomen. Bedankt voor het kijken zover. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Oh, dat is wel even typisch af en toe. Als je hem dan zo achteruit zet, dan zet hij hem eventjes uit. Dat is net irritant. Ik wil gewoon dat hij aan blijft. Maar ja, ik zal wel iets verkeerd doen. Oh, je moet altijd wat te wensen houden. Nou, luidjes, bedankt me weer. Tot de volgende. En ik zou zeggen, als je het leuke filmpje vond, een likeje mag altijd natuurlijk. Abonneren is nog leuker. Ik bedoel, ik zet regelmatig dingen op YouTube. Gewoon omdat het een beetje hobby is geworden ondertussen. Een beetje monteren en bewerken van filmpjes vind ik leuk. Dus ja, als jullie wat meer van me willen zien, dan kan je gewoon even abonneren. Lekker makkelijk. En als je wil dat er nieuwe filmpjes dat je melding krijgt, even een belletje drukken. En anders duimpjes altijd goed. Mensen, bedankt. Fijne dag verder. En tot ziens.